Oh, dit is toch te zoet. Ik doe vooral thuis workouts die echt gebaseerd zijn op kracht. Want wie is er jarig vandaag? Papa. Papa. En wij hebben het versierd, hè? Even lekker bij oma zitten, hè, James. Kijk, dit hebben wij gevonden. Laten we zomer maar komen. Oh, echt zin in. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt. We hebben nog steeds geen nieuwe intro. Working on it. We moeten nog even het eerste beeld opnemen. Of misschien heb ik het al wel gedaan en heb je wel een nieuwe intro gezien. Maar ik denk het eigenlijk niet. En dan moet Daphne, of dan ga ik ook nog Daphne vragen. Of Daphne moet natuurlijk niks om het te editen. Dus het lijkt me sterk dat er nu al een nieuwe intro is. Maar, komt eraan. Outfit. Ja, je kent hem ondertussen. Ik heb heel veel hetzelfde aan de laatste tijd. Want ik heb niet heel veel broeken die me nog passen. En de shirts, ja, het moet gewoon goed lekker zitten met de borstvoeding. Ik heb cadeautjes gekocht voor Sven. Want die is morgen jarig. En hij wist niks. Ik heb zoveel voorgesteld. Van, oh, lijkt je dit wat, lijkt je dat wat. Maar elke keer was het nee, nee, nee. Kijk ondertussen even bij Juliette. Ja, ik denk dat ze verder slaapt. Ze staat in de gang. Nou, we zien het wel. Dus ik heb allemaal kleinigheidjes gekocht. Sowieso een ketting. Hij heeft zo'n ketting, zo'n zwarte ketting met zo'n dog tag eraan. En daar staat het sterrenbeeld van Olivia op en haar geboortedatum. En ik heb zo'n dog tag nu ook van Juliette gekocht. Dat hij die erbij aan kan hangen. Dus die komt. Ik heb sokken gekocht met superpapa erop. Die kan Olivia dan geven. En als je Sven een beetje kent, dan weet je dat dit een gouden cadeau is. Ik heb allemaal verschillende monstersoorten gekocht voor hem. En een paté thuisbon, zodat hij lekker films kan kijken. Want dat vindt hij onwijs leuk. Dus ik denk, nou, dan hebben we toch wat leuke cadeautjes om te geven. Voor hem maakt het niks uit. Maar ik vind het sowieso voor Olivia wel leuk. Gelukkig weet ze niet wat die energy drink, weet ze nog niet wat dat is. Want anders had ik nooit een kind dat laten geven. Maar nu beseft ze dat nog helemaal niet. Dus nu kan het nog mooi. Maar voor Olivia is het dus wel heel leuk dat papa jarig is en wel echt veel cadeautjes krijgt. Ik wil ook nog eventjes hier wat versieren. Maar ik denk dat ik dat misschien zelfs zaterdagochtend samen met Olivia ga doen of zo. Nou, niet samen met Olivia, want ze kan het natuurlijk helemaal niet. Maar dat weet ik nog niet. Of ik doe het vanavond wel eventjes. Nou, we zien wel. Oh, en Juliette is dus lekker hier. Die is uiteindelijk in slaap gevallen. We zijn naar het consultatiebureau geweest. Ja, alles was helemaal goed. Ze is gewogen en gemeten en gecontroleerd. De heupjes en zo, de ogen. Alles is helemaal goed. En ze heeft een soort van vaccinatie gehad. Maar dan via een ampulletje met spul dat is nieuwe tegen het rotavirus. Dat doen ze met een soort van drankje. Dus die heeft ze gehad. Maar ze was al heel erg moe. Dus ze wilde eigenlijk heel graag slapen. Nu is ze eindelijk in slaap gevallen in de auto op de terugweg. Dus ik laat haar lekker in de gang staan. De autostoel die we hebben, die kan je zo plat trekken. Dat ze wat platter ligt. Dus dat is wel fijn. Dus ze slaapt lekker in de gang. Dan kan ik even cadeautjes inpakken en lunch voor mezelf maken. Oké, het gaat altijd anders. Mevrouw heeft honger. Dus we gaan eerst maar voeden. Ik heb mijn boterhammen door de midden gesneden, want meer belegkeuze. En ik heb een aantal dingen die op moesten, wat ik helemaal niet erg vind natuurlijk. Pikante hummus, dan kipgrillworst en kipkerriesalade. En hier heb ik pindakaas op. En ik ben nog twee eitjes aan het koken. En als je heel even niet kijkt... Skittles. Oh, dit is toch te zoet. Ik weet dat Skittles heel voorzichtig is en ik ben erbij, dus ik laat het maar even zo. Volgens mij gaat hij gewoon lekker bij de slapen. Oh, mijn hart. Voor de mensen die het spannend vinden, ik ga letterlijk hier zitten lunchen, dus het maakt niet zoveel uit. Ik kan ze gewoon zien. Je bent niet van plan om te gaan slapen, hè? Ga je niet slapen? Ga je huilen?
niet, toch? Je gaat lachen. Ja. Je bent zo'n schatje. Nee, je bent zo'n schatje. Hallo. Ja. Oh, poepie. Gaan we straks weer lekker knuffelen. Mama gaat even eten. Wat heb je hier? Wat heb je daar? Heb je een plekje? Hoe kan dat nou? Mijn cadeautjes aan het inpakken. Die ketting zit dus hierin. De Pathé Thuisbon en de Monsters. En ik had deze ook nog. Gewoon als kleinigheidje van Olivia voor Sven. Dus die ga ik ook nog eventjes inpakken. Zo, workout is done. Wat een luxe toch, dat ik dat gewoon kan doen terwijl Juliette daar in de box ligt te slapen. Echt, dat kon bij Olivia echt niet. En tot nu toe met Juliette kon het ook echt niet, omdat ze dan heel veel oprispingen had en veel te veel pijn had. Maar dit was lekker. Ik doe vooral thuis workouts die echt gebaseerd zijn op kracht. Want ik geef al borstvoeding. Dat kost natuurlijk heel veel energie. En ik weet van mezelf dat ik dat moeilijk vind om er aan te eten. Ook al neem ik bijna elke dag wat lekkers. Dat laat ik trouwens helemaal niet zien in mijn vlogs, bedenk ik me nu. Omdat ik dat heel vaak 's avonds doe. Maar zoals gisteren heb ik een bakje chips gehad. Die dag daarvoor, ja, ik weet het allemaal niet eens meer. Ik hou het ook niet bij. Maar ik ben iedere dag wel iets lekkers aan het eten. Gewoon omdat ik daar zin in heb. Dus ja, ik weet van mezelf dat ik dat er niet per se heel snel aan eet of zo. Omdat ik gewoon heel druk ben met die kids. En gewoon niet zo heel veel tijd heb om te eten. Ik weet niet of mama's dat herkennen. Ik ben normaal echt iemand die juist heel erg van eten houdt en heel veel eet. Maar nu met twee kleintjes schiet het er gewoon snel bij in. Dus ik wil niet te veel cardio workouts doen. Ik vind conditie opbouwen nu ook echt niet prioriteit nog. En tegelijkertijd bouw ik dat wel op door puur met die meiden bezig te zijn. En door bijvoorbeeld, ik wandel heel veel. We zijn heel veel onderweg. Dat is voor nu voor mij al voldoende conditie opbouwen. Ik ga straks ook weer eventjes Olivia lopend ophalen. Gewoon wandelend, omdat ik het heel belangrijk vind om lekker buiten te komen. En lekker die zonnestralen mee te pakken voor mijn gemoedstoestand. Maar ja, dan ben je dus ook al in beweging. En ik heb zoiets van, ja, ik hoef niet nog meer cardio en conditiewerk te doen. Dus ik doe voornamelijk kracht op dus boksen na. Want boksen vind ik gewoon zo heerlijk. Het is echt voor mij een soort van therapie. En dat is natuurlijk wel een beetje cardio-conditieachtig. Dat doe ik, wil ik één keer per week doen, maar ik heb het deze week dus nog niet gedaan. Want er was geen boksen op tijd dat ik kon. Komende week hoop ik maandag te kunnen gaan boksen. Want dan is Sven vrij, dan heeft hij papadag. En dan zou hij dus Juliette ook kunnen doen, want ze drinkt inmiddels aardig goed uit een flesje. Dus dat gaan we zien. Maar mijn streven is dus om één keer te boksen, vooral omdat ik het heel erg leuk vind. En daarnaast een beetje thuisworkouts te doen. Op momenten dat ik het leuk vind. Maar ik merk dat ik juist heel veel zin heb om workouts te doen. Om gewoon echt weer, ja, mijn lichaam sterk te maken. Nou goed, nu ga ik de draagzak omdoen. Het is 4:15. We gaan lekker Olivia ophalen. Volgens mij heeft ze een hele leuke dag gehad. Want ze heeft dus voor het eerst koningsspelen gedaan. Ze heeft een oranje tutuutje aan. En een oranje t-shirt. Ik kan ze dat zo wel even filmen als ze thuis is. Het is echt te schattig. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het heeft gehad. Ik heb spaghetti gemaakt met pesto saus, pasta pesto met kip en champignons en courgette. En Olivia die koos ervoor om broodjes te eten in haar mooie oranje shirt. Dan kan je rokje niet zien, maar die moet ik zo nog even filmen. Goedemorgen, het is Koningsdag. En dat betekent, wie is er jarig vandaag? Papa. En wij hebben het versierd, hè? Dat hebben wij heel mooi gedaan, vind ik. Ja. En nu net waren we aan het kleien. En we hebben papa al cadeautjes gegeven. Wat ja. Zit hierin? Dat zit, daar zit er nog een bakje in. En wat zijn we nu aan het doen? Nog een bakje. Wat zijn we nu aan het doen? Met de macaroni aan het spelen, ja. Hè? Ja.
Ik heb zo'n zak macaroni gekocht. Al een tijdje terug. Nog een bakje, ja. En die doe ik dan altijd hierin. En dan gaan we op een kleed zitten. Ja. En dan met allemaal bakjes en lepels. En dan kunnen we lekker met macaroni spelen. Ja. Ja, en nu kunnen de mensen gelijk jouw rok zien. Kijk hoe mooi die is. Oh, er ligt ook allemaal macaroni op nu. Zo. Maar dan wel een tip om het op een kleed te doen. Want dan pak je gewoon het kleed bij elkaar. En dan doe je het zo weer makkelijk terug in de bak. Maar dit vindt Olivia echt geweldig. Er is echt lekker goed mee. Gewoon in een bakje doen, deksel erop, schudden. Nou ja, dat. Echt heel simpel, maar het werkt. Juliette ligt lekker hier in de box. Het is een heel zoet meisje. Hè? Ja, je hebt zulke grote ogen altijd. Zo verbaasd altijd. Ik ga haar denk ik straks eventjes in die wiebelstoel doen. Dan kan ze er lekker bij. Mijn outfit van vandaag. Skittles aan de kant. Ik ga mijn outfit laten zien. Is deze witte broek die ik een tijdje geleden kocht. Heb jij een witte broek? Ik heb een witte broek, ja. En jij hebt een oranje rok. En deze blouse. De broek kocht ik bij. Heb jij een paars erbij? Ik heb een paars blouse. Vind je die mooi? Ja. Ja, hè? En de blouse is van Vero Moda, denk ik. Vero Moda, denk ik. Ja, die kocht ik bij een outlet een tijdje terug. En de oorbellen van Shubi. We zijn naar de vrijmarkt geweest en Olivia heeft een... Ga maar, Olivia. Loop maar. Meermin staart-achtige rok. Gaan we lopen. Gekocht. Kom, gaan we lopen. En een staart. Wow. En die moet ik tegelijk aan. Oh, wat mooi. Wow. Kijk eens, Skittles. Hé. Hey. Dat je dan ook nog op je zitzak gaat zitten. Kijk. Oh ja, we hebben ook een zitzak. Dan heb je al Olivia. Je aankopen in één keer gebruikt. Zo. Wauw. Okay. James is heerlijk aan het genieten. Even lekker bij oma zitten, hè, James. Zo gezellig. Ik heb even lekker chillkleding aangedaan. En we zijn nu met het poppenhuis aan het spelen. Het is leuk, hè? We hebben een briefje geschreven voor naar de supermarkt. Het hele poppenhuis is ongeveer leeg gehaald. Ze gaan naar de supermarkt. Want dat was het enige wat in het tasje paste. Een briefje. Dus dat hebben we gemaakt. Sven is eventjes... Nou, jullie zien het straks wel. Wat hier halen is. We hebben iets gekocht via Marktplaats. We hebben namelijk een loopfietsje voor mevrouw. Maar die vindt ze een beetje spannend omdat die omvalt. Dus we hebben er nu eentje met 3 wielen via Marktplaats. En we denken dat ze dat wel heel leuk gaat vinden. En anders dan verkopen hem weer via Marktplaats aan iemand die het blij van wordt. En dat is voor Juliette ook leuk als ze iets groter wordt. Dus die vonden we. En die is nu even ophalen. Dus ik ben benieuwd. Kijk, dit hebben wij gevonden. Een 3-wieler loopfiets. Want daar kan ze niet mee omvallen. Hij is groter dan ik had verwacht. Dus ze kan... Lager is beter, denk ik. Hè? Ja, dat denk ik ook. Dan heeft ze meer grip. Ik denk dat hij gewoon 2 lager doet. Ja, zou ik ook doen, denk ik. Je kan hem altijd even proberen. Die is echt mooi, Olivia. Ja. Dan kan jij op vroemen. Vroemen, vroemen, vroemen. En nou, daar gaat ze hoor. Ze zit niet op het zadeltje. Even die kleine geitjes gras geven. Oh, daar komen ze hoor. Iedereen komt rennend. Ze hebben gewoon gras. Het gaat inmiddels steeds beter. Ze raced hem erover. We hebben al best wel een rondje gedaan. Ja. Ik had niet gedacht dat het zover zou gaan. Nee, ik ook echt niet. Nee, we gaan niet nog een rondje doen. We gaan naar huis. Gaan we eten. Soepje met een broodje. En een paprikaatje. Goedemorgen. Zondagochtend. Het voelt echt als een soort van bonus weekenddag. Omdat we 2 dagen samen waren. Ik heb een... Oh, daar is een eenhoorn. Wil die ook even gefilmd worden? Dit is de eenhoorn. Hoe heet die?
En Doedoe. Doedoe. Waar gaan we heen? Wil jij dat vertellen? En naar het bos. Naar het bos. En wat gaan we in het bos doen? En kronkelwormen zoeken. Kronkelwormen zoeken. En nog andere diertjes? Ja. Ja. Kijk, James gaat ook mee. Ja, James gaat ook mee. Dat denk ik niet hoor. Maakte een grapje. Maakte jij een grapje? Ja, dat was een heel leuk grapje. Ja. Mama heeft net gesport, hè? En hoeveel zin heeft mama in kronkelwormen zoeken? Heel veel zin in kronkelwormen zoeken. Ik heb deze full body workout voor beginners, staat er. Ik heb daar ook op gezocht. Nou, ik had het zwaar. Ik vond het geen beginners workout. Ik heb ook niet alles kunnen doen, maar... Ik heb wel weer een workout gedaan en dat voelde weer lekker. En nu ga ik even ontbijten. En dan gaan we dus even naar het bos. Hey. Oh, wow. Wat zei je? Ja. En Juliette ligt in haar eigen bed. Hey, het ruimt. Kijk, we hebben hem ingezoomd. Oh, ze slaapt lekker in haar eigen bedje. Zo trots. Zo goed. Juliette ligt nog steeds te slapen. Ik zie haar nu een beetje bewegen. Dus ik denk dat ze wakker begint te worden. Maar ze ligt al 2 uur in haar eigen bed. Echt niet normaal, dit meisje. Sven en Olivia die zijn even naar het bos in de buurt. Een heel klein bos. Die gaan beestjes zoeken. We hadden eerst het idee van we gaan met z'n vieren. Maar we vinden het vooral goed voor Juliette om gewoon eventjes een dagje thuis te zijn. En ze lag dus nu nog steeds te slapen. Dus... ja, ik vind het wel goed. Ze moet duidelijk eventjes ontprikkelen. Wat ik heel goed begrijp na gisteren. Ik zie haar nu echt bewegen. Dus ik denk dat ze wakker wordt. Dus ik ben live lekker even thuis met haar. Sven's ouders en zijn tante zijn even langs geweest voor zijn verjaardag. En nu zijn wij pannenkoeken aan het eten. Tenminste, deze mooie madame in haar mooie jurk is een pannenkoek aan het eten. Want papa is pannenkoeken aan het bakken. Is deze voor mij? Alsjeblieft. Oh, zeker. Oh, oh. Mama neemt er eentje met stroop. Ik wil ook eentje met stroop. Oh, goed idee. Je zit er onder de poedersuiker. Het is 6 uur. Ik heb trouwens 1 oorbel in, omdat het rubberen uiteinde van die andere die is kwijt. En dat normale sluitingje valt er elke keer af. Dus dan ligt mijn oorbel weer op de grond. Maar ja. Wij zitten nog lekker even buiten. Deze onder een lekker kleedje met de mutsje op. Want het waait best wel. Dus zij is natuurlijk nog zo jong. Dat ze... Ja. We zijn er trouwens achter dat Skittles wel naar buiten gaat. Als de deur open staat. Nu gaat Sven de deur dicht doen. Omdat we rook gaan fabriceren. Want hij heeft de vuurkorf aangezet. Maar dan is de deur dicht en dan raakt Skittles in paniek. Want dan kan hij niet meer naar binnen, denk ik. Maar hij is nu de hele middag al wel lekker buiten aan het rondlopen. Dat vindt hij dan geen probleem. Wat een mooi vuurtje hebben jullie gemaakt, Olivia. Ja. Ja? Ja. Kijk, wij zitten nu buiten. Skittles die zit daar binnen. Op de grond. Te kijken. Oh. Hij durft nu niet meer. Dit is toch heerlijk zo, jongens. Oh, laat de zomer maar komen. Oh, echt zin in. Oh, heerlijk. Goedemorgen. Hi. Oh, had je niet tegen mij. Maar ook. Goedemorgen. Ik eet een banaan. Wil je ook? Oh, oké. Okay. Olivia heeft de staart aan. Laat je staart eens zien? Ik zit bijna hier boos in de fictie. Ja, ik zag het ook. dat is Olivia staart. Mooi, hè? Ja. Ben je er blij mee? Wil jij die even laten zien? Ja, ik laat hem even zien. Ja. Deze meneer die is goed bezig. Ja, hij heeft zichzelf een verjaardagscadeautje gegeven. 2 liter past erin? Ja, denk ik wel. Misschien nog meer zelfs. Ja, het lijkt wel. Nee, ik weet niet. Ja, ik weet misschien wel meer. Ja, wij zijn even aan het praten. Ik zou het misschien een keer moeten meten. Ja, misschien handig. Je kan hem gewoon wegen, hè? Moet je bij... Het is zo slecht. Ik ga boksen. En Sven gaat op de meiden passen. Ben je zenuwachtig? Nee. Ah.
Jammer. Dit meisje is echt weer lekker. Vrolijk. In de box. Oh, adjoetjes. Oh, adjoetjes. 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 Maar ik ga lekker boksen dus. Ik heb even een banaan gegeten. Want het is al 9:10 en ik moet over 20 minuten weg. Dus dan lijkt het me niet handig om helemaal te gaan ontbijten. Ik doe nog even. Ik heb er nu alleen een broek en een top aan. Dus, of een sport-BH aan. Dus ik doe nog even een top erbij aan. En dan ga ik lekker die kant op. Ik heb er zin in. En ik ga de vlog afsluiten en ik zie jullie in de volgende. Doei doei!